heel secuur. Die Paukenis is ook al klaar nou, of niet? Komt-ie. Opdracht Edeveen. Edeveen is al jaren de thuisbasis geweest van een van de beroemdste prijs Dakar teams van Nederland. Het team van Broers van Ginkel. Ze hebben inmiddels besloten te stoppen, maar willen vanavond nog één keer de Afrikaanse woestijn zien met de vrachtwagen van de Broers van Ginkel en de Afrikaanse toeschouwers. In de woestijn zien we nog meer Edeveense geschiedenis. We zien het levende standbeeld van het boertje van Edeveen. In het publiek zien we mensen met tulbanden en boerenpetjes. We zoeken daarbij nog iemand die afscheid gaat nemen. Stellen we even. Nou? Nou, leuk! Ja! En dit is ons op het lijf geschreven. Ja? Ja. Waarom? Omdat wij allemaal heel veel van Dakar weten, denk ik. Ja. En nou, het boertje van Edeveen is ook een beroemd iemand. Ik zag hem al staan, maar een mooi standbeeld, hè? Ja, hij blijft heel mooi stilstaan. Ja. En die gaat niet meer weg. Hij kijkt heel tevreden toe hoe hij dit kan doen.